Breda Nu. Je weet het meteen. Op 4 april vond bij het Breepark het NK Veldlopen voor Ambtenaren plaats. Dit NK wordt elk jaar georganiseerd door een andere stad. En dit jaar was Breda aan de beurt. 3302 ambtenaren uit heel Nederland verzamelden zich voor diverse onderdelen hardlopen. Denkt u dat u het vol gaat houden de volgende 12 kilometer? Ja, we zullen wel moeten. Dat, gewoon op karakter. Ik denk dat 8 kilometer gaat lekker en daarna 4 kilometer op karakter en dan halen we hem. Wat heeft u geïnspireerd om hier aan mee te doen? Ah, het enthousiasme. Ik ben 2-3 jaar geleden ben ik in Nissewaard geweest. Dat was ook de NK Veldloop. Toen vroegen die ambtenaren, doe mee. Toen proefde ik daar die sfeer, fantastisch. En toen zei ik, dit moeten we naar Breda halen. Toen heeft mijn collega Paul de Beer dat fantastisch gedaan. Vorig jaar kregen we de nominatie dat we er mochten gaan organiseren. Ja, super. Welke afstand gaat u doen en waarom die afstand? Ik ga 9 kilometer doen. In welke categorie gaan jullie meelopen? Wij lopen voor de 9 kilometer. Ik ga met de 9 kilometer mee hardlopen. Anderhalf jaar geleden hebben wij ons kandidaat gesteld. Toen hebben wij deze veldloop toegewezen gekregen. En ja, een half jaar van tevoren gaat het dan spelen. Dan is het van die veldloop komt eraan. Wat moet er geregeld worden? Nou, volgens mij hebben we een perfecte locatie hier bij Breepark. Een prachtige evenementenhal. Een prachtig parcours op de Bavelse Berg. Dat mensen voor elkaar gaan lopen. Ja, dat vind ik dat erg fijn. Want ik zeg nogmaals, dit kun je niet in je eentje. Hier heb je echt je collega's voor nodig. En als ik jou dan vertel dat vandaag 250 collega's bereid zijn om hier hand- en spandiensten te verrichten, kan ik alleen maar als projectleider trots zijn dat we dit voor elkaar hebben gebokst. U heeft zojuist meegedaan met 12 kilometer hardlopen van de NK Veldlopen. En u heeft gewonnen. Maar wij kunnen u nog veel feliciteren daarmee natuurlijk. Hoe was het als ervaring? Ja, het was een hele leuke ervaring. Het was ongelooflijk modderig. En ook heel zwaar doordat er een paar hele zware klimmen in zaten. En ik zei net ook al tegen jullie collega's, ik wist niet dat er zo'n hoge berg was in Breda. Dus het was best wel leuk om daar bovenop te lopen met een mooi uitzicht. Je kon Tilburg zien liggen en de stad Breda natuurlijk. Dus genieten wel ook. En hoe had u zich voorbereid voor dit grote evenement? Nou ja, ik ben een atleet sowieso die 4 keer in de week traint ongeveer. Dus het was voor mij niet. Ik moest me niet extra voorbereiden. Breda Nu. Je weet het meteen.